Elke leerling heeft zijn eigen talenten en Stadtenes haalt eruit wat erin zit. Wij gaan op zoek naar jouw talenten en die ontwikkelen we verder. Onze school staat voor goed onderwijs, met veel aandacht dus voor persoonlijke ontwikkeling en begeleiding. Voor elke leerling die van de basisschool komt, hebben wij een aantrekkelijke opleiding in huis. Van VMBO tot en met gymnasium. Als je bij ons in de brugklas begint, kun je op elke locatie kiezen voor onderwijs met de computer, een laptop per leerling. De laptop is een belangrijk hulpmiddel dat werkboeken overbodig maakt. Alle leraren zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van digitale leerstof. Als je voor een laptop per leerling kiest, krijg je van ons voor de zomervakantie al je laptop. En als je wilt, kun je op de woensdagmiddagen naar school komen. Dan maken onze jonge ICT-coaches je wegwijs op je laptop. Als je het Zuideinde binnenkomt, vallen je direct twee dingen op. De wenteltrap en de wandschildering achter het podium in de aula. Op de wandschildering zie je figuren uit de Griekse oudheid. Dat is wel heel toepasselijk, want op het Zuideinde vind je het gymnasium van Stadtenes. Het enige gymnasium in Meppel. Je leert erover de klassieke oudheid en je krijgt hier Grieks, Latijn en filosofie. Je kunt op het Zuideinde ook terecht voor de theoretische leerweg, de HAVO en het VWO. En je kunt bij ons les krijgen in Chinees en Spaans. Hey Max, kom verder. Je had wat te vragen. Ja. Okay. Waarom zouden ouders voor deze... Voor Zuideinde kiezen en niet voor een andere school? Nou, ik noem al een paar dingen. De rijke historie. We hebben hele goede eindexamenresultaten voor alle richtingen. En eigenlijk hetzelfde wat ik zei van, er wordt hier hard gewerkt, maar in een hele plezierige omgeving en een sfeer. De theoretische leerweg op het Zuideinde noemen we de HAVO-kansklas. Onderzoek doen hebben jullie gedaan in het park. Hebben jullie daar pissebedden gezien? Het verschil met de theoretische leerweg aan de randweg is dat de theoretische leerweg op de randweg gericht is op doorstroming naar het middelbaar beroepsonderwijs. En de theoretische leerweg op het Zuideinde je opleidt voor de HAVO. Maar, net als de brugklassen op de randweg, maken we ook in de HAVO-kansklas veel gebruik van de laptop. Wij zijn Lisa, Femke, Chris, Lotte en Demi. We hebben dit jaar een laptop, dat is dit jaar in de eerste klas nieuw. En we werken met Teletop. Teletop is een programma waar alle vakken op staan en waarmee we kunnen oefenen. We zijn dit jaar ook op brugklaskamp geweest, dat was nieuw. We moesten zelf alles organiseren en we zijn naar Westerberg in Echten geweest. Hier dan, hier dan! Kom bij die hoogtijd! Bij ons! Een andere extra opleiding is VWO+. VWO+ is voor die leerling die graag zelfstandig en in groepjes aan opdrachten of projecten willen werken. Wil je graag veel weten en leren, dan is dit de goede opleiding voor jou. Hallo. Hoi. Ik wil graag een vrije dag aanvragen. Oké. Okay. Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen, ouders en school veel van elkaar weten. Daarom wordt allerlei informatie uitgewisseld. Dat doen we bijvoorbeeld via Magister. Zo heet ons leerlingvolgsysteem. Op de meeste basisscholen in Meppel en omgeving worden al testen gedaan om te zien of een leerling dyslexie heeft. Goed jongens, we gaan ons vandaag bezighouden met de FLAP-methode. Deze testjes worden georganiseerd door Stadtenes. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat leerlingen zo snel mogelijk de juiste hulp kunnen krijgen. Op een basisschool, maar ook als ze bij ons op school komen. Op het Zuideinde is hiervoor een eigen ruimte waar je, als het nodig is, samen met bijvoorbeeld het huiswerkinstituut en andere begeleiders extra begeleiding kunnen geven. Ook hebben we een schoolmaatschappelijk werker in huis. We hopen dat je al een beetje enthousiast bent over onze locatie en hopen je binnenkort te zien op een van onze open dagen. Een school met veel aandacht voor talent. Bij Stadtenes maak je het.